Goedemiddag lieve allemaal, Anja van den Berg uit Hillegom. Welkom in mijn gezellige keuken. We gaan weer wat lekkers maken en dat wordt een taart, een hartige taart in dit geval. En hij hoeft niet in de oven, want we gaan hem opbouwen door pannenkoekjes te stapelen. Lekker besmeren. Nou, kijk gewoon gezellig mee. Ik begin natuurlijk met een beslagje maken. En dat doe ik door middel van 8 eieren. En 2 bollen mozzarella. Dat gaan we mengen tot een beslagje voor de pannenkoekjes. Dus even oren dicht. Het is al een heel mooi glad beslagje geworden. Ik doe er nog een snufje zout in. Dan gaan jullie natuurlijk even kijken. Oeps, ging ik er bijna al overheen. Maakt niet uit. Dat moet het natuurlijk worden. En dan gaan we dat... Ik heb een pannetje al. En hoe kleiner je pannetje is, hoe hoger de taart wordt. Dus ik heb een klein koekenpannetje gemaakt. En daar ga ik dus pannenkoekjes in bakken. Nou ja, kind kan de was doen. Dat snap je. Nou, terwijl ik het laatste pannenkoekje aan het bakken ben, ga ik ondertussen het sausje maken. Waarmee we zo meteen gaan stapelen. Ik heb dus 200 gram gekruide roomkaas. Daar doe ik bij een eetlepeltje mayonaise. Ik gebruik altijd de Zaanse. Ik wil geen reclame maken, maar daar zitten de minste koolhydraten in. We doen een theelepeltje mosterd. En als je hem wat pittiger wil, dan doe je gewoon iets meer mosterd erbij. Dan hebben we crème fraîche, 100 gram. Dus dat is de helft van zo'n bekertje. Gaat er doorheen. En dit wordt het sausje waarmee we zo meteen gaan stapelen. Ik doe dat even met een vorkje door elkaar roeren. Zo. Dus dat smeren we op de pannenkoekjes. Dan doen we daar natuurlijk een lekkere vulling in. En zo gaan we stapelen. Dan gaan we de taart helemaal lekker maken. Ja, de taart kan je dus gebruiken natuurlijk als een lunchtaart, zoals ik al zei. Of gewoon als snackje tussendoor. Of als je eens vrienden op bezoek krijgt, is het natuurlijk ook een heel leuk hapje. En het voordeel daarvan is dat je hem lekker klaar kan maken. Je zet hem weg in de koelkast. En ja, als dan het bezoek komt of je bent eraan toe, dan heb je dat zo voor elkaar. Dit is het sausje. Dit is mijn laatste pannenkoekje. Ja. Is leuk als jullie mee kunnen kijken, toch? Zo. Nou, dan gaan we stapelen. De pannenkoekjes moeten wel een beetje afgekoeld zijn. Dus begin ik met deze. Dat was mijn eerste. Dus ze zijn niet allemaal even mooi gelukt. Maar dat maakt niet uit, want die komen er gewoon tussen. We beginnen dan met het sausje, uiteraard. Smeren we op de pannenkoek. En daar overheen komt dan vulling. Ja, en dat is natuurlijk naar keuze. Maar ik ga je wat lekkers aanbevelen. Zo. Ik begin namelijk met zalm. Daar hou ik van, vind ik lekker. Dus laten we daar gewoon eens lekker de onderste pannenkoek mee beleggen. Zo. Ik heb totaal 200 gram zalm. Zal niet helemaal toereikend zijn, maar komt goed. Zo. Kijk. Zo. Dan komt er een nieuw pannenkoekje op. Ik doe even eentje die iets meer afgekoeld is. Zo. Besmeren we ook weer met het lekkere sausje. En hier komen dan wat lekkere groentetjes op. En ik heb gekozen voor wat komkommerplakjes. En dan hebben we ook natuurlijk nog wat tomatenplakjes, wat er lekker bij past. Zo.
komkom of tomaatjes nog bij. En dan doen we daar een beetje bieslook overheen. Net voor wat lekkere smaak. Zo. Ja, en zo gaan we verder stapelen. Dus komt er weer een pannenkoekje op. Sausje, zalm. En ga zo maar door. Ja, en zo ben ik toe aan mijn laatste pannenkoekje. Kijk hoe prachtig het er al uitziet. Ik denk, het is een taart. Dus ik zet hem ook even prachtig op een plateau. Kijk, hoe fantastisch. Nou, dan heb ik natuurlijk nog saus over. En dat ga ik er overheen doen. Zo, dat we hem zo meteen even helemaal mooi kunnen garneren ook. Met, we doen gewoon wat gezelligs er nog op. Dat het echt een mooi taartje wordt. Dan is het handigste als je hem een uurtje in de koelkast gaat zetten. Dat hij helemaal gaat opstijven. En dit ga ik even een beetje anders doen. Kijk, dat het een mooie, zie je het? Dat hij helemaal mooi afgesmeerd wordt. Ja, het is toch prachtig. En lekker wordt het, hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Nou, hij is weer helemaal prachtig gesmeerd. Dus dan wordt het tijd om te garneren. Nou, ik vind het gezellig als we er toch nog wat roods op hebben. Dus ik heb cherry tomaatjes door de midden gesneden. Oh, hè? Die mag niet. Zo. En wat leuk is om er dan ook wat bieslook overheen te doen. Eventueel wat tuinkers. Dat kan natuurlijk allemaal. Zo, dat is een mooi rondje. Paar takken bieslook is leuk. Die kan je er zo... Kijk, ik heb hier wat gesnipperd. Het is natuurlijk leuk om er zo overheen te draperen. Nou, en dan leggen we er zo een paar op nog. En... dan denk ik dat hij er klaar voor is. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik denk dat ik er heel erg van ga genieten. En ik hoor natuurlijk, als je hem gemaakt hebt, wat je ervan vindt. Leuk ook als je op mijn kanaal natuurlijk abonneert. Voor nog meer heerlijke, makkelijke. Want zeg nou zelf, dit is niet moeilijk. Koolhydraatarme/keto recepten. En natuurlijk ook voor mijn reisvlogs. Nou, geniet ze. En tot de volgende keer, hè!